En toen kreeg hij zelf de microfoon. Ik moet zeggen, het is niet een makkelijk moment. Ik heb het al lang geleden aangekondigd dat ik zou stoppen. En als het moment daar is, dan valt het altijd nog een beetje moeilijk. Ik moet zeggen, wat ik hier vanavond gezien heb, is fantastisch. En mijn hele sportcarrière heb ik mogen steunen of mogen rekenen op een fantastische publieke belangstelling. Iedereen steunde mij. Ik heb ook moeilijke tijden gekend. Ik heb de laatste weken ontzettend veel post gehad met allemaal opbeurende teksten. Ik wil iedereen die mij in mijn sportcarrière gesteund heeft op deze manier bedanken. En al het publiek ontzettend bedankt. En hopelijk tot ziens. De laatste ereronde van Hein Vergeer en zo neemt Nederland afscheid van zijn sporthelden. En langs de kant een man aan wie veel schaatsers heel wat te danken hebben. Ik moet zeggen dat het allemaal prima dus, gedaan is door de hele organisatie. Maar met name dus de wijze waarop er op deze manier dus een aantal zaken worden afgerond of aandacht krijgen, is van een stijl die dus ons Nederlanders waardig is. Je staat er zo koud bij. Doet het je niks? Zo, dat moet ik nog houden. Namens Sportminnend Nederland, ook jij bedankt Henk. En Hein, hij verzamelt bloemen. Een terechte afsluiting van een carrière. Een prachtig moment om aan terug te denken. Het afscheid van Hein Vergeer van de internationale kunst- en natuurijsbanen.